Hi, vandaag gaan we kijken naar deze testmeetapparatuur en we gaan die oscilloscoop uitpakken. Dus kom even mee. Sensor. Als ik dan mijn vinger hand wou van dat ding houd, kun je zien daar hij registreert het wel. Dus dan zet ik die measure knop al ik dit weg. Middels deze draaiknop kan ik die resolutie in of uitzoomen. Dus nu zoom ik uit, dat is inzoomen. En kom ik steeds dichterbij aan die echte signaal. En hij kan tot op deze niveau. Kan ik van iets meer naar iets achteren. Zo. Dit is om mijn hand nog voor de sensor staan. En als ik dit doe. De sensor, afstandssensor, verbruikt 0,2 ampère of 200 milliwatt. En dat kan je ook zien als ik hem hier op die oscilloscoop gebruik, aanzetten. Als ik nu de stroom uitzet op deze DPS voeding, dan ga ik hier zien, dan zie je zien dat hij hier springt naar 0. Dan gaat het helemaal uit en daar gaat die stroom uit. Zoals je kunt zien, de stroom is nu uit, dan zet ik hem aan, dan gebruik een setup 5.6 en nu gaat die stroom uit en daar gaat hij naar beneden. Ik kan hier de frequentie instellen, hieronder van die golf, en dan wordt het breder of smaller. Ik kan bijvoorbeeld ook hier die duty cycle instellen. Als ik hier een scroll cursor iets naar beneden, kan je dit zo doen. Net als de PWM signaal is. Dat was dan een kijkje naar deze oscilloscoop en Sigland 1104XE. Kom terug voor de volgende keer en kijken we weer naar een volgende test- en meetapparatuur. Doei!